Het is dag 3 van KKNK 2014, 2cent.co.za. Liz Meiring, zo lekker om jou uiteindelijk hier te kunnen hebben op mijn rooibank. Ik voel een beetje zo'n Scoonie. Gaan het goed met jou? Dit gaat goed, dankie liefie. Het is lekker om op jouw rooibank te wees. Ik moet zeggen, ik voel een beetje zoals Ryan Seacrest als ik met jullie allemaal praat. Dat is mijn groot geleentheid. Want jij is eindelijk een legende. Niet eindelijk, nee. Jij is een legende in ons theaterbedrijf. Ik heb ook een voelkie oorvlui dat jij bij al 20 KKNK's was. Nee, ik was niet. Ik was niet bij die heel eerste een nie. En daar was een iewers in die middel wat ik gemis het. Toen was ik en Pieter Dirk in Europa en in Scandinavië en daar perform. Maar dit was 18. Ik denk 18 van die KKNK's. Wat nog steeds baie is. Ja, nee, well, I've been around a while, you know. Raak mens nog enigszins opgewonden dan als je weer terugkomt, als het nou al je 20ste jaar is, of die 20ste jaar van KKNK's, raak mens nog opgewonden voor een productie? Mensen raak opgewonden voor elke productie wat jy doen, maak jy saak waar jy dit doen nie. As jy nie opgewonden raak nie, then you shouldn't be doing it. En is al een paar van hulle wat vir jou uitstaan oor die jare, mense so met wie jy gewerk het wat vir jou regtig hoogtepunte was? Wel kyk, onthou, ek het nou al 9 solo shows gedoen. Ek het my heel eerste ene het ek hier gedoen. My tweede ene was een wat Nathaniel vir my geskryf het, Boom, en Sandra Prinsloo directed. So dit was 'n baie exciting produksie en dan natuurlik ons Ellen Pakkies produksie wat hierso begin het wat 3 jaar plus gespeel het, wat ons eindelijk nou moes stop omdat Christo en Venet net te besig is en ons gaan nou die movie doen. Okay, wow. Daarvan ook het ek en Hannes Miller die eerste echt Suid-Afrikaanse pantomime geskep vir KKNK met die Langenhoven gedenkjaar. Ek dink dit was, jy sien, 97, 96, kan nie onthou nie, van Broloks en Bittergal, Langenhoven se stories. En ons het gedink, ons gaan dit makkelijk kan verwerk, maar toe ek die tekst begin skryf, want ek het die tekst geskryf, toe besef ek, ons kan niks hiervan gebruik nie, is net kort verhale gewees, en is met alle respect aan die wonderlijke Langenhoven, is nie meer relevant nie. So, ons moes iets heeltemal niet skep. So die eerste oorspronkelijke Afrikaanse en Suid-Afrikaanse pantomime, nie Europese fairytale nie, is hier gedoen. En dit het die careers gelaunch, of gehelp launch, van mense soos Wikus de Toei, Juliette Oordendaal, Daisy wat later in Shine 4 was, François, Snortkop. Ja. Hulle was allemaal in die, wow, in die panto. Nou, jy speel in films, theater, TV. Wat sê, of hoe verskil die verhoor vir jou, die vorms van verhoor vir jou? Die verskillende genres, kyk, met theater het jy amper instant gratification, want jy die gehoor by jou, of nie, they respond or they don't. So, en dit is scary, you can't do it over, nee. Met film en televisie is dit, vat het langer om te weet wat die gehoor sy reaksie daar was, maar al is ons begrotings klein en ons moet baie voorbereid wees, kan jy as daar 'n krisis is iets oordoen. Dit gaan op die ouend vir my oor die story. Okay. Want dit is al wat ek is. Ek is 'n kanaal om stories te vertel. As 'n akteur, as 'n skrywer, as 'n regisseur, as 'n vervaardiger, as al hierdie goed, as 'n kunstejournalis, ek is daar om stories te vertel. En party stories moet ek vertel. Op televisie, party op film, party op verhoog, en party moet ek help vertel deur dit te skryf en dit te direct, en is ander mense se reg om die karakters te speel.